Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vrijdagvideo van Wil en Tien. Welkom in mijn slaapkamer jungle. Leuk dat je weer kijkt. We gaan het vandaag hebben over het kledingmerk Cézanne. Misschien heb je het wel vaker voorbij zien komen bij andere influencers, inmiddels ook bij ons. Vooral bij Willemijn, die heeft mij aangestoken, dus Will, blame it on you vooral. Maar ik ben inmiddels ook helemaal om en daarom dacht ik, omdat Willemijn en zowel ik er veel vragen over kregen en ik ja, laatst ook weer een beetje alvast een lente/summer splurge heb gedaan op Cézanne zelf. Dacht ik maak er een leuke video over. Ik ga je laten zien welke items ik in mijn kast heb van Cézanne. En natuurlijk er ook iets bij vertellen. Want man, die vragen die moeten even de hele wereld uit. Ik krijg ze dagelijks in mijn DM, vandaar deze video. En voordat ik alles ga laten zien wat ik heb. En het leek me leuk om daar gewoon lekker een leuk muziekje onder te zetten. Gewoon lekker een beetje chill. Niet te veel gelul van mij, ondanks dat jullie dat heel gezellig vinden. Maar ik dacht ik gewoon even een paar leuke shots van outfitjes die ik van Cézanne heb. En dan kun je ook een beetje een beeld krijgen. Misschien ken je het hele merk nog niet. Maar laat ik eerst even wat vragen beantwoorden. En de vraag die het meeste in mijn DM-box brandt, hè, burns, is de maatvoering van Cézanne. Hoe zit het met de maten? Wat voor maat kies jij? Wat raar. Mensen willen gewoon weten, hoe zit het met de maten? Best een lastige vraag. Ik vind dat sowieso altijd een beetje een moeilijke vraag. Dat ligt er maar net aan wie je hem stelt. Als je naar Willemijn stelt, die zou zeggen, nou, ik vind het behoorlijk true to size. Ben ik het zeker mee eens, maar ik vind sowieso met mijn figuur en kleding kopen vind ik best wel lastig. Ik schommel heel erg naar gelang de snit of de stof tussen 40 en 44. Als het heel stretchy is en nou, het heeft een bepaalde, hè, er zitten geen knoopjes in, het hoeft niet dicht of weet ik wat, dat doe ik vaak maat 40. Wil ik toch zeker zijn dat het dicht kan, omdat de knoopjes heeft, is het maat 42. Maar heb ik een jumpsuit bijvoorbeeld, waar ook echt mijn billen en zo goed in moeten passen, ja, dan kies ik liever voor veilig en wat iets meer oversized en dan kies ik liever 44. Dus in mijn geval verschilt het heel erg. Als je een beetje meer jezelf kunt vergelijken met mijn body type, dan zou ik zeggen, bestel voor de zekerheid toch een maatje groter dan dat je gewend bent. Ik heb normaal gemiddeld 42, maar van een aantal kledingstukken heb ik hier dus echt wel 44 van. Verder vind ik wel, wat Willemijn zegt, het valt gewoon redelijk normaal. Het is niet per se zo dat je denkt, zo, dat valt heel klein. Dat heb ik normaal met Franse maat altijd heel erg. Maar Cézanne heeft me daar wel echt in verrast. Dat ik denk, oh, dat valt me echt heel erg mee. Ja, wat betreft het wassen, dat vind ik wel een beetje drama. Ja, weet je, het is hele delicate stof, zoals die leren broekjes. Die mag je niet wassen. Ja, kun je wel afnemen met het een of ander. Maar ik denk altijd, ja, hoe doe je dat dan met dat kruis? Hè? Die zou je dan misschien moeten laten stomen of iets dergelijks. Nou heb ik toevallig wel een stoomfunctie op mijn wasmachine zitten, nog nooit gebruikt. Maar ik kan me zo voorstellen dat ik die misschien wel een keer moet gaan gebruiken dan. Want ja, je wilt toch ook wel een keer dat ding wassen. Ik bedoel, zo'n kruis gaat op een gegeven moment ook vies ruiken, zou je denken. Zeker in de zomer, als het buiten mooi weer is en het plakt wat meer aan elkaar. Ja, dan lijkt het me wel fris om te kunnen wassen. Dus met wassen, ja, sommige items kun je gewoon wassen op 30 graden. Maar die ene blouse van mij, die mooie crèmekleurige met oranje en blauw een beetje dat, wat is het, ja, cowboy boho-achtige steltje. Ja, daarvan vind ik wel, die heb ik nu 2 keer gewassen. En daarvan heb ik wel het gevoel dat hij een tikje gekrompen is. Want eerst zaten die knoopjes echt iets wat netter. Nu zie ik iets steeds meer dat die knoopjes wat meer wijken, weet je wel. Dus dat vind ik wel jammer. Qua wassen zijn het gewoon zulke delicate stoffen. Sommige dingen zijn van zijde. Dus je moet echt even heel goed kijken uit wat de stof precies bestaat. En op basis daarvan bedenken van, heb ik daar zin in om dat zeg maar te luchten of een keer naar de stomerij te brengen. Daar moet je wel eventjes bedacht op zijn. Kijk, de denim dingen kun je gewoon in de wasmachine doen. En de meeste blousen in principe ook wel. Maar ja, sommige zijn dus gewoon van zijde of van een bepaald type leer. En dan is dat best wel een beetje ka met peren. De denim blijft tot nu toe, vind ik, mooi in de was. Die ene blouse dus die ik wat had, die kon ook in de was, stond erop. Maar die vind ik dus wel een beetje dat ik denk, ja oké, dat moet je niet te vaak doen, voor mijn gevoel. Dus het is handiger, denk ik, om die nou, wat meer te luchten en niet echt heel veel achter elkaar te dragen. Dus proberen zo min mogelijk te wassen. Maar goed, dat schijnt met al je kleren beter te zijn natuurlijk. Maar bij Cézanne viel het me wel op dat ik dacht, oh ja, oké. Dat is even een puntje van onthouden. Net als bij de vesten, de wollen vesten, daar moet je ook even goed kijken naar hoe ze samengesteld zijn en dergelijke. Want dan kun je een beetje verzinnen van, oké, gaat het heel erg kriebelen? Is dat lastig wassen of niet? Volgens mij mag ik die 2 vesten die ik daar heb ook alleen maar op een fijnwas wassen of helemaal niet. Dat weet ik eigenlijk even niet eens uit mijn hoofd. Maar wat ik wel vond in het begin is dat ze echt enorm kriebelen.
En toen dacht ik, ja, ik ga ze niet al te vaak wassen. Dat hoeft in principe ook niet, want ik vind niet dat ze heel snel gaan ruiken. Ook als er viezigheid op komt, kun je dat heel makkelijk opdeppen, want het valt er als het ware nog net gewoon, ja, niet af, zeg maar. Dus op zich, dat is hartstikke fijn. Maar in het begin kriebelde het wel echt een beetje. Dat ik wel dacht, oh ja, dan wil ik wel echt even ook een lang shirt onder of zo. En niet een hemdje, want dat vind ik te veel kietelen. Maar nu ik ze wat langer heb, ook daarmee merk ik, net als een beetje met een tafel, een houten tafel die niet helemaal glad geschuurd is. Dat wordt met de tijd wat gladder, hè? En dat is met die vesten ook zo. Met de tijd, ze kriebelen nu wel echt een stuk minder. En ze zijn echt heel warm. Echt heel warm. Je zou ze zelfs als een soort van tussenjasvestje kunnen gebruiken. Ja, dat merk je wel echt heel erg. Dat je denkt, oké, als je het koud hebt, en ik weet zeker als ik dat vest aantrek, heb ik het binnen no time echt warm. En dat is natuurlijk wel fijn. Ik heb nog steeds iets van, ik heb nu twee hele gekleurde vesten. Ik zou eigenlijk nog het liefst één vestje toevoegen die wat neutraler van kleur is. Wat meer crème of wat meer lichtbruin bijvoorbeeld. Misschien zelfs wel zwart. Maar ja, ik vind dat echt wel hele mooie vesten. En ik denk volgend jaar winter dat ik zeker een keer een mooi crèmekleurig of een bruin of cognacachtig exemplaar ga toevoegen aan mijn collectie. Mocht je nog andere vragen hebben over specifiek dit merk, of totaal andere vragen, maakt mij niet uit. Maar aangezien we het over Cézanne hebben, dacht ik, mocht je nog vragen hebben, laat ze hierachter in de reacties en dan beantwoord ik ze even. Ik ga jullie nu alle outfits laten zien die ik heb. Alles wat je dus voorbij ziet komen is van Cézanne. Op dit hemdje na. Dit hemdje is van Maison Scotch. Hele fijne hemdjes. Die gebruik ik even onder mijn crèmekleurige blouse. Maar verder is, en heb ik daar gelijk in? Ja. Alles wat je te zien krijgt in deze video verder is dus van het merk Cézanne. De kleding dan, hè? Ik bedoel, sieraden en dergelijke, dat is weer van een ander merkje. Maar alle kleding die je ziet in deze video, die er nu aankomt, is allemaal Cézanne. Op naar de garderobe. Thank you.
Nou, qua shortjes, ik moet zeggen, leren shorts heb ik altijd wel een beetje een issue mee. Ik vind ze wel echt heel erg mooi. Ze zitten ook wel fijn. Maar ik vind ze gewoon qua stof veel minder comfortabel dan de denim. Ik vind die denim short echt fantastisch. Als je herkent, net als wat ik heb, dat je echt een ontzettende gruwelijke hekel hebt aan shorts, zeg maar. Omdat ze gewoon nooit lekker zitten of ze passen niet mooi bij je, zou ik zeggen. Die denim shorts vind ik echt voor mezelf in ieder geval een super goede investering. Die leren shorts vind ik echt ook hartstikke mooi. Maar ik ga er wel eerlijk bij zeggen, ik vind ze wel minder comfortabel zitten dan mijn denim shorts. Dus als je iets zou kiezen in de vorm van shorts, zou ik zeggen, ga voor de denim. Ik vind ook de jumpsuit echt prachtig zitten, die denim is. Het heeft me dus echt verbaasd ook van Cézanne, dat de denim lijn, ik vind hem echt schitterend. Heel blij mee. De pasvorm zit gewoon fijn. Ik heb wel twee broeken die met de strik erin. Dat is een beetje de paperback broek. Die heb ik in het groen en in het bleach washed, volgens mij. Bleached heet die volgens mij, dacht ik. Die heb ik dus wel in maat 44. Heb ik achteraf, heb ik wel eens gehad van, zeker nu ik hem langer heb gedragen en ook gewassen heb, van had ik daar niet beter 42 van kunnen nemen. Omdat hij aan de achterkant wat meer oversized zit, niet heel strak om de billen. Maar goed, daarom dacht ik, oké, dit beschouw ik ook voor mezelf maar een beetje meer als een oversized broek. En niet heel erg als dat hij goed strak moet zitten bij de billen. Op het model zit hij dat wel, maar bij mij zit hij dat dus minder, omdat ik hem een maat groter genomen heb. Maar desalniettemin vind ik echt oprecht, het zijn echt wel mijn favoriete broeken. Ik draag ze ontzettend graag. Als ze in de was zitten, dan mis ik ze ook heel erg. Want ik vind dat tot nu toe echt de mooiste en fijnste broeken die ik heb. Echt de hele denimlijn van Cézanne vind ik wat dat betreft echt een dikke aanrader. En de blouses zijn ook gewoon prachtig. Als je echt een keer een wat meer luxere blouse zoekt. Gewoon net iets anders dan anders. Een beetje met iets speciaals. Dan ben je bij Cézanne wel echt aan het juiste adres. Het is een beetje, ja, het doet me wel een beetje denken aan het type stijl wat Vanilla ook heeft. Maar dan soms echt wel met een beetje een extra touch en nog meer verfijning soms. En net wat meer details en dingetjes. Weet je wel, gewoon het riempje of net een mooi vlechtwerkje. Het is net een tikkie Vanilla Plus, zou ik willen zeggen. Qua prijsklasse komt het ook behoorlijk overeen met prijsklasses van Vanilla. En nee, trouwens, we hebben nooit aandelen gehad in Vanilla of zo. Nooit gesponsord, wat dan ook. Echt nooit. En Cézanne is hetzelfde geval. Voor het geval mensen gaan denken dat het ook gesponsord is. Nee, nee. En nog eens nee. I wish. Maar nee, het is wel voor mij dat ik wel denk, ik vind het wel heel grappig hoe Willemijn en ik inmiddels echt alle twee behoorlijk veel kledingstukken van Cézanne hebben verzameld. En dat zegt ook eigenlijk wel genoeg, denk ik. Ik vind de kledingstukken ook gewoon speciaal, zit mooi, zit fijn. Die extra touch, zeker die witte blouse met al die dingen eraan, daar krijg ik echt altijd heel vaak vragen over waar die van is. En net als de wollen vesten, dat zie ik onder Willemijn haar vlogs ook altijd. Waar is dat vest van? Of weet ik voor wat. Ja, het heeft gewoon net een beetje, ja, wat zal het zijn? Die Franse delicatesse. Ik weet het niet, die Franse finesse. Nou, het is gewoon een heel erg mooi merkje. Het is wel echt prijzig. Ja, dat wel. Maar met een aantal dingen denk ik wel heel erg van, als ik naar mijn kledingkast kijk en ik rouw ze zeg maar doorheen, denk ik bij die items wel vaak, oh ja, het zijn echt mooie items. Waarvan ik dan echt die spark of joy zou hebben, zoals Marie Kondo zegt. Wat betreft retourneren zijn ze ook echt heel makkelijk. Het is een ontzettend betrouwbare webshop. Hun nieuwsbrief is echt walgelijk. Abonneer je er vooral niet op, want hij is echt veel te leuk. En ik haat nieuwsbrieven. De bezorging is top. Komt altijd ontzettend netjes aan. Het ruikt heel fris, heel lekker. Alsof ze een soort van parfumachtig iets overheen hebben gespoten. Het is wel echt een mega cadeau, vind ik, als je het krijgt. Retourneren gaat ook heel makkelijk. Het staat allemaal ook in stappen op hun website. Hun Engelse website is trouwens ook echt super goed leesbaar. Dat is niet een soort van raar Frans-Engels geworden, of weet ik het wat. Dus het is echt met al vind ik het echt een super mooi merkje. En het is voor mij persoonlijk echt een enorme verwennerij als ik denk, ik ga mezelf gewoon verwennen met een mooie jurk daarvan. Of een mooie short. Of shorts, omdat ik gewoon zoiets heb van, ja jeetje, ik word gek van al mijn andere shorts die in mijn kast liggen. Voor mij voelt het echt als een heel mooi cadeau. En ik denk zeker niet dat dit de laatste keer is dat je Cézanne bij ons voorbij gaat zien komen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En misschien heb ik wel twijfels weggenomen mocht je toch iets willen kopen. En altijd gedacht, nou ik weet niet of ik dat durf of doe. Ik hoop dat ik de twijfels heb weggenomen of je wel of niet iets daar zou aanschaffen. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. Een heel fijn weekend gewenst natuurlijk. En tot maandag. Doei doei!